Goedemorgen. Nou, u ziet het, hè? Ik sta naast de burgemeester Hans Verheijen. Geen betere start van Wijchen om even een gesprekje te voeren met de burgemeester. En, hoe gaat het? Ja, ik zou bijna zeggen business as usual. Het is natuurlijk fantastisch weer, dat vooral. En dat merken we ook wel, omdat het iets trager op gang gekomen is vandaag. De lopers hebben de tijd genomen, denk ik, om te starten. Vorig jaar was het gewoon veel vroeger al veel drukker. Maar het is gewoon heerlijk. Goed sfeertje, mooie muziek op de achtergrond. Een zonnetje erbij, een aangename temperatuur. Wat wil je nog meer als wandelaar? Maar ook als het publiek wat langs de kant staat. Ja, waarom is de dag van Wijchen zo'n leuke dag? Ja, weet je, daar heb ik natuurlijk een veel te gekleurde mening over. Dat mag. Ja, maar bedoel, in de media lees je altijd dat dit de saaiste dag is. Dan denk ik, ja, weet je, uiteindelijk is de Vierdaagse ook een prestatiemars. Je zet wel iets neer als wandelaar. En dat mag je ook voelen, in die zin. En ik denk dat wij elk jaar opnieuw er gewoon ook een feestje van weten te maken in Wijchen. Om de wandelaars ook een zo mooi mogelijke ontvangst te bezorgen. Ja, ik vind het ook zo leuk te zien dat er ook wandelaars naar u toe komen, hè, om even een handje te geven. Ja, dat gebeurt volop. En dat vind ik ook wel de charme van het hele Vierdaagse. Daarom ook zo'n podium waar je eigenlijk heel dicht bij de wandelaars kunt staan. Terwijl dat ook veilig blijft voor de wandelaars. Want je wil natuurlijk voorkomen dat ze struikelen over een drempel of wat dan ook. Maar dat contact, dat vind ik gewoon inderdaad heel erg leuk om te doen. En veiligheidsvoorzieningen, alles is tiptop in orde in Wijchen? Ja, helaas moet je bij dit soort evenementen ook rekening houden met alles en nog wat. Daar zijn we ook op voorbereid, maar we hopen natuurlijk dat dat niet gebeurt. En dat al die voorbereidingen in die zin voor niets zijn geweest. Dat zou het mooiste zijn na afloop van deze week. Nou, u staat er gezellig bij, hè? Fijne band voor het podium. Dus je kan lekker meeswingen. Zo is het. Nou, hele fijne dag. En jullie ook heel veel plezier deze dagen. Merci. Nou, dankjewel. Zullen we even meelopen? Hoe gaat hij? It's good, really good. Yeah? Yes. And the temperature? It's perfect. Could it be better? At what time did you start this morning? 5 o'clock. Oh, so it was early this morning. Yeah, it's early start, but I like it. And where do you stay in Nijmegen? In Beek. Okay. So it's very nice. At a camping or at some? No, it's a bed and breakfast, I think. Okay. Yes. And you're good prepared? I think this. This is a 70 time. What? Oh, the seventh time? 17. Oh, 17? That's okay. So. Where is it? So, perfect. And how many kilometers? Sorry? How many kilometers do you walk? 40. Because 40. I'm old enough for that. Oh, how old are you? 53. Oh, you look younger. Oh, thank you. Now, good luck. Dat was even in het Engels. Oh, de ondertiteling viel even weg, maar ik denk wel dat iedereen het begrepen heeft, toch? Maar ik zit bij Claudio. Claudio is de blarenprikker vandaag. En het is nog niet zo druk, hè? Nee, het is helemaal niet druk. We zijn, gisteren was het ook redelijk rustig met ongeveer 55 mensen die blaren kwamen laten prikken. Maar vanochtend zijn er misschien 3 mensen langs geweest. Nou, nu ligt er toevallig ook net iemand op. Maar het valt nog mee. Voor ons jammer, maar voor de lopers denk ik heel goed. Ja, want wat vind je er zo leuk aan om aan die voetjes te sleutelen? Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik voeten eigenlijk helemaal niet zo fijn om aan te zitten. Ik vind, vies wil ik niet zeggen, maar voeten zijn een apart iets. Maar ik heb zelf 4 keer gelopen, 5 keer gelopen, 1 keer niet uitgelopen. En ik weet zelf hoe fijn het is als er gewoon iemand voor je klaar staat, die je verzorgt, die je helpt. Die je net even dat extra setje geeft, wat je soms nodig hebt. En dat kan ik nu ook doen. Die 50 kilometer ga ik niet meer lopen. De 100ste, dat was mijn laatste 50 kilometer. En waarom? Ja, ik ben daar zo kapot gegaan, heel eerlijk. Dat ik zoiets had van, nee, dit is nu goed. En ik ga nu de verzorging doen. Andere mensen helpen. Zorgen dat die het wel allemaal kunnen halen. En misschien in de toekomst weer. Wat zijn nou de meest verschrikkelijke blaren die je je kan voorstellen? Van die onderhuidse blaren? Ik denk toch wel bloedblaren of onder het eelt bijvoorbeeld. Dat zijn wel dingen ook redelijk lastig te behandelen niet, maar er zit wel een uitdaging bij. Mensen zeggen vaak van ja, maar wat dan als de vel helemaal los staat? Ja, dat is net even wat makkelijker te behandelen. Dat klinkt heel gek, maar ik denk toch wel eelt en bloedblaren. Want ik heb zelf wel eens gezien dat liep er een vrouw voor mij en die had de hele heel kapot en dan hadden ze dan zo'n kaasplak, of zo noemen jullie dat geloof ik, ingelegd. Maar ja,
tot hoe ver moet je gaan? Wat adviseren jullie? Zeggen jullie wel eens van nou, meneer of mevrouw, zou er maar mee stoppen? Wij hebben wel eens mensen dat we zeggen van, weet u het zeker? Maar goed, wij zijn in principe niet degene die mogen zeggen van, je moet stoppen ja of nee. Ja, we geven wel ons advies, maar het is uiteindelijk aan de wandelaar zelf. En mijn tip daarbij, en ik denk van de meeste wel, is luister gewoon naar je lichaam. Als jij niet meer kan, ja, dan, jouw lichaam zegt dat niet voor niks. Dus ja, probeer daar ook zoveel mogelijk naar te luisteren. Wij komen straks nog even langs om te kijken of we nog wat spectaculaire dingen kunnen zien. Prima, helemaal goed. Tot zo dan. Ik sta bij wat net zo belangrijk is, degene die aanmoedigen. Zeker. Toch? Ja, zeker. Het is bijna net zo belangrijk als de wandelaars. Jij staat zo enthousiast te zwaaien met je gezin. Ik dacht, nou moeten we toch even vragen. Ja, mijn ouders zijn ook speciaal meegekomen uit Zeewolde vandaan om hier vandaag bij te zijn. Oh, dus je komt niet uit de buurt? Ik kom wel uit de buurt. Ik oh, jij wel? Zelf, maar mijn ouders niet. En mijn vrouw en mijn kinderen zijn er ook bij. En ja, dat is toch het mooiste wat er is, dit. Ieder jaar sta je hier? Nee, was het maar zo'n feest. Nee, dat kan met het werk niet, maar... Dus je hebt er speciaal vrij voor genomen? Ik heb nou speciaal vakantie, maar dat komt ook omdat de schoolvakantie vroeg viel dit jaar. Dus dat komt mooi, ja, dat viel mooi allemaal bij elkaar zo. En heb je nog mensen waar je speciaal voor op de uitkijk bent? Mijn ouders die hebben wel een paar mensen die ze kennen die langslopen, maar ik sta hier voor iedereen en alles en ik vind het helemaal mooi. En hoe laat waren jullie hier vanochtend al? We waren hier om 7 uur denk ik. Zo vroeg? Ja, zoiets, 7:15. En we gaan nog wel even door. Nou, ik denk dat ze het erg leuk vinden. Ja, dat hoop ik. Vind jij het ook leuk? Ja. Dus jij staat al heel lang met je vader zo lekker te zwaaien? Ja. Met een mooie roze ketting om. Krijg je nou ook veel dingetjes van de soldaten? Wat heb je allemaal al gehad? Deze. En we hebben alle drie een zuurstuk gekregen. En deze sticker. Nou, dat is hartstikke mooi. Veel plezier vandaag. Hè? Bedankt. Alsjeblieft. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Prima. Nog een klein stukje, dan zijn we weer voor de tweede dag klaar. Is voor u nog maar een klein stukje nu? Nou ja, ik doe het de 9e keer, dus voor mij ben ik al een beetje gewend. Dus we hoorden over de helft. Dus ja, dat scheelt. En gaat het goed met de benen? Ja hoor, prima. En nog één vraagje. Ja. Heb je veel eten mee moeten nemen of is het een beetje een lopend buffet? Nou, onderweg krijg ik veel eten. Hartstikke leuk joh, onderweg. Dus je hoeft niet heel veel mee te nemen? Nee, onderweg wordt het al volop door de kinderen en de mensen, het publiek, die delen volop eten en drinken uit. Nou. Dus dat is allemaal goed geregeld. Nou, het ziet er goed uit. Succes! Dankjewel. We staan bij de verzorgingspost van de provincie Gelderland. En daar spreken we met jou. En wat doen jullie vandaag? Nou, wij zijn vandaag van de Gaaf Gelderland. Wij komen van de provincie Gelderland en wij staan voor alle Gelderse inwoners. Hebben mensen hier zich voor op moeten geven om door jullie verzorgd te worden? Ja, er hebben er heel veel opgegeven die meegelopen hebben. Maar in principe staan we open voor elke inwoner en iedereen die onze hulp nodig heeft. En waar bestaat de verzorging uit? Nou, dat is all inclusive. We hebben lekker koffie, thee, limonade en heerlijke massages. We helpen je van de blaren af en een hoop gezelligheid hebben wij te bieden. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Zijn er al veel mensen geweest met, die gemasseerd moesten worden vanwege blessures? Nou, puur luxe massage. Oh, dat is ook niet verkeerd. Maar eentje voor de blaren gelukkig. Maar we maken er gewoon een hele leuke dag van. Maar jullie doen het ook voor je naaste collega's, toch? Ja hoor, jazeker, ja. Nou, ik hoop dat het een leuke dag voor jullie wordt. Je ziet er vrolijk genoeg uit, dus dat wordt wel wat. Dankjewel. Jullie ook een fijne dag. Dat is mooi. Contact hebben met Wiegen en dan te horen krijgen. Zeg maar over hoeveel minuten dat ik dan vervolgens zeg 10 seconden. De Vierdaagse. Dat is paniek. Dat is blinde paniek. Maar hey, dat geeft niks. Anja, goedemorgen. Zo, dames. Knabbel en babbel. Ja. Waarom? Ja, gewoon, we moesten wat leuks verzinnen, toch? Dus ja, dan doen we dit. En jullie lopen de 40? Ja, 40. Voor de eerste keer? Ja, en hoe zeker. Gaat het? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Ja, zeker. Hebben jullie je goed voorbereid? Ja, wel redelijk, denk ik. Ja. Veel getraind? Ja, zeker. En komen jullie hier uit de omgeving? Nee, of? Helemaal niet. Uit Westland. Dus jullie hebben jullie daar dan wat marsen en zo gelopen? Ja, daar en ook verder weg in het land.
En qua eten, want wij horen links en rechts dat het wel een beetje een lopend buffet is, klopt dat? Nou, dat klopt zeker. Je kan alles pakken wat je wil. Dus eigenlijk hoef je weinig mee te nemen. Ja, bijna niks. En ook goed voorbereid met de kleding en schoenen. Ja, alles trouwens. Jullie zien er nog heel fris uit. Nou, dankjewel. Nou, dat gaat wel lukken, toch? Ja, zeker. Succes. Dankjewel. Thank you very much. Oké, okay, ik moet even het verhaal van Henk afmaken. En dan heb ik het over Henk de Kip. Henk de Kip, dat is de kip, zeg maar, die op onze camera zit. Dat is een beetje een lastig verhaal. De Vierdaagse. Maar als we, zeg maar, een shot maken van onze crane, onze camera crane, daar zit daar Henk op, Henk de Kip. En Henk de Kip, die heeft een eigen Facebookpagina. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. Heel bijzonder. Die kun je volgen. Zoek daarom even op Facebook op Henk de Kip. Daar kom je. Ja, nou, daar zit hij. Henkie! Mooi man. Oh, wacht. Hij is weg. Ja, daar is hij. Oké. Okay. Henk, die is onze camera-operator, zeg maar. Die zorgt dat de beelden vanaf de crane scherp blijven. En dat is altijd een mooi gezicht. Dus nou, bij deze. En die mag je volgen op Facebook. Maar goed, dat is een latere ding. Dus eerst kijken of wij Anja haar cameraman alweer teruggevonden heeft. Ze was de cameraman kwijt. Ja, heb je wel eens. Valt niet op, zo'n jongen. Hè? Met zo'n ding op de schouder. Anja, ben je er alweer? Ik heb hem weer gevonden, hoor, Gerry. Gelukkig. Ja, we zijn er weer. Ik sta naast Randa. En misschien heb je daar een mooie spandoek gezien. 4 dagen grenzeloos, samen, hand in hand. Dus jullie staan hier met een missie. Hè? Ja. Vertel eens wat over jullie stichting. Ja, de Social Club Hand in Hand. Het is een integratiestichting. Het is makkelijk integratie tussen statushouders en Nederlanders mensen. En dat doen jullie hier in Wijchen? Ja, hier in Wijchen, in Zuiderpoort. En wat voor dingen doen jullie dan met de Wijchenaren samen? Ja, alles. Bijvoorbeeld educatie, activiteiten, taal leren, wandelen, fietsen, schilderen. Alles. Alles interessant van. Voor volwassenen en kinderen ook. Oké. Okay. En jullie koken ook wel eens, hè? In het kookcollege, geloof ik? Ja, het was één keer gedaan. Maar volgende jaar wij gaan vaak doen. Want jullie zelf komen uit Syrië? Ja, ik en mijn man, Samer. Wij hebben dit idee om te beginnen hier in Wijchen. Ja, en wij zijn heel plezier hier. Ja, hoe lang woon je al in Nederland? Ik sinds bijna 3 jaar geleden. Mijn man ouder dan mij, 4 jaar geleden bijna. Oké, okay, en ga je een keer de Vierdaagse meelopen? Ja. Ik zie dat er een kleintje op komst is, dus dat duurt nog even. Ik zie mezelf, sorry. Ja, ze ziet zichzelf op de telefoon. Ja. Maar wandelen ga je misschien een keer de Vierdaagse voor als integratieproject een keer de Vierdaagse meelopen? Ja, dat mag misschien volgende jaar, maar in dit jaar, ik vind het een beetje moeilijk voor mij. Voor mijn situatie. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Nou, fijn dat je even met ons gekletst hebt. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Ik sta naast burgemeester Bruls van Nijmegen. Dus die wil ik even wat vragen. Anja, je bent live, man. Vandaag in Wijchen. Ja, zoals elk jaar. Het is weer een vrolijke boel, hè? Lekker wandelweertje, goede stemming, zoals de hele week. Top. En u bent vanmorgen in Wijchen. Waar gaat u hierna naartoe? Ik ga nu zo meteen naar Beuningen om daar ook even te kijken. En dan... Ik volg de wandelaars als het ware. Ga ik Nijmegen in het Waterkwartier. Bewoners daar en hun wijkcomité die organiseren altijd speciale zaken. En dan de binnenstad in en dan gaan we de Roze Woensdag genieten. Ja, want u ging ook nog iets speciaals in Nijmegen doen, hè? Bij de bibliotheek. Ja, zeker. Ja, de Roze Woensdag is natuurlijk een feestdag, maar het is wel met een serieuze ondertoon ook ooit begonnen. En dit jaar wordt de bibliotheek voorgelezen. Dus ik ga ook een verhaaltje voorlezen. Over een lammetje wat graag een biggetje wilde zijn. Samen met drag queen Marcella. Die is verkleed, ik ben zoals ik nu ben. Oh, dus u houdt gewoon uw eigen kleren aan. Een stropdasje, maar zo moet het ook zijn. Iedereen moet zijn zoals hij kan. En zeker op een roze woensdag. Dus dat vind ik wel mooi. Het moet een feestdag zijn. Het moet een vierdaagse dag zijn. Maar het is ook goed dat we die serieuze ondertoon ook aandacht geven. En verlopen de vierdaagse feesten ook goed in Nijmegen? Geen calamiteiten? Nee, dat zeker niet. Kijk, bij 200.000 mensen elke avond gebeuren natuurlijk wel zaken. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een oud opnieuw, is dat echt peanuts. Er worden altijd een paar mensen wel opgepakt omdat ze met de drank in de man zich niet goed gedragen. Ja, het grootste probleem zit er meer in dingen als wildplassen en zo. Dat is echt heel vervelend.
Maar gelukkig geen grootschalig geweld, mensen die elkaar wegdrijven, geen calamiteiten. Hopelijk kunnen we het zo doorzetten tot diep in de vrijdagnacht en daar ben ik heel tevreden. Ja, dat las ik ook in de Gelderlanden, wat u net zegt, dat wildplassen toch wel een probleem is. Hè? Ja, je merkt wel dat mensen die naar zo'n open festival in een stad gaan, zich toch wat meer misdragen op dat vlak dan bijvoorbeeld als ze naar een festival gaan op een afgesloten terrein waar ze het entreekaartje betalen. Dat is heel raar gedrag, hè. Daar gaan ze wel in de rij staan om naar de wet te gaan en nu is de drang schijnbaar zo groot. Maar de boete is geloof ik €150, dus ik zou maar opletten, ik zou het niet doen. Maar er zijn faciliteiten genoeg in de stad, toch? Ja, daar ligt het niet aan. Dat is dus ook het dubbele, dat die faciliteiten, nou ja, daar kun je goed gebruik van maken. Maar ja, sommigen die zijn te beroerd om 10 meter verder te lopen of om even in een rijtje te wachten. En dat is vervelend, maar goed, daar wordt dus wel goed op gelet. Aan de andere kant, als dat het is, dat is hartstikke vervelend. Het is smerig, maar het is nog allemaal veel beter dan vechtpartijen, weet ik wat er allemaal had kunnen gebeuren. En dat gebeurt er niet. Dat is ook mooi in de Vierdaagse, dat het er eigenlijk in grote feestvreugde en gezamenlijkheid gebeurt. Ja, dat vind ik ook, want ik ga zelf dan ook wel naar de Vierdaagse feesten, maar het is één grote gezelligheid. Nou, dat u daar allemaal tijd voor hebt. Ik blijf rustig thuis, afwachtend of er iets gebeurt en we uitrusten voor de volgende dag. Maar veel u plezier. Heeft het drukker dan mij. Is dat zo? Nou ja, veel plezier en dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja. Oh, bedankt. En veel plezier in Beuningen en ja. Nijmegen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. En, hoe gaat ie? Prima. Ja? Geen problemen. Nee, ik dacht gisteren toen ik thuis kwam, dat gaat de verkeerde kant op. Maar het is gelukkig van vandaag weer super. Dus, En waarom dacht je dat het de verkeerde kant op ging? De botten en de spieren begonnen allemaal een beetje te kraken. Dus en als het begint te kraken, dan ben je blij dat je op bed ligt. En dan hoop je maar als je morgens opstaat dat het weer gaat. En vanmorgen, ja, prima. Dus helemaal blij. En laat je dan ook nog masseren of zo als je thuis komt? Daar heeft zij weer te veel spierpijn voor, dus dat lukt. Nee, maar je hebt niet dat je naar een sportmasseur nog even gaat of zo? Nee, dat gaat prima verder. Verder wel goed voorbereid? Ja, goed geoefend? Een kleine 400 kilometer in de benen, dus dan hopen we maar dat het allemaal goed gaat. Dus, en de hoeveelste keer is het deze rit? Ja, voor haar de vijfde. Oh, dus je loopt twee keer achter? Ja. Waren zeker de zomerfeesten iets leuker, of niet? Nee. Die zijn voor mij prima, maar ik hou van een feestje, maar niet een hele week lang. Dus, En jullie komen uit Lingewaard? Ja, gisteren. Bammel, waar we gisteren tegen zijn gekomen. Dus jullie promoten een beetje Bammel en Lingewaard? Ja, we krijgen deze shirtjes van Lingewaard, dus ideaal. Ja, voor elke dag ga ik een ander shirtje. Dus, Dat is mooi. Ja. Veel succes dan. Ja, dankjewel. Hè? Jullie ook met het programma. Hè? Dank je. Yo, doei. Het is hier een hele gezellige boel op de tribune. Hè? Kun je wel zien. Hè? Ja. Ik heb er een gezellig vriendje erbij gekregen. Ja, wat absoluut. Vindt u ervan? Wij vinden het heel leuk. Vorig jaar zijn we hier voor de eerste keer ook op de tribune mogen gaan zitten. En dit jaar dus weer. En onze werkgeefster, die loopt mee. Die loopt 4x40. En een chef van ons, die loopt 50, vier keer. Dus, Wat voor werk werkgeeft? Welzijnswerk voor bejaarde ouderen. En daar is zij medewerkster van. En wij zijn ondergeschikte van haar. Dus we doen het ontzettend fijn. En dus we zijn haar om haar te supporten. En is dat hier in de buurt waar u vandaan komt? Nee, wij wonen in Utrecht. Oh, dus u heeft een eindje moeten reizen. Ja, we zijn om 6:00 opgestaan. 6:30 aankleden en 7:00 de deur uit. Onderweg eten. Dus, we moeten wat voor over hebben, ja, hè? Maar ja, dat doen we met volle vreugde. Ja, en wij zeggen ook, zonder supporters... Daar zijn we er niet, hè? Daar kom je er niet. Die zijn heel hard nodig, want je wordt wel gedragen door het publiek vaak. Absoluut. Nou, dus, fijne dag. Dank je. Even naar de andere kant. Ziet er ook zo prachtig uit. Mooi, dank u wel. Maar op Roze Woensdag moeten we allemaal meedoen. Hè? Het is zo gezellig hier. En we worden goed voorzien voor alles. We kregen al water en allemaal slingers om. Dus hartstikke leuk. Maar komen jullie ook hier uit de buurt? Ja, zeker. Jullie zijn Wiegenaren. Echte Wiegense, ja. En we komen elk jaar dan komen we hier met de moeders mee. Ja. En dan zitten we hier op de tribune en dan zien we iedereen. Hè? Dus vroeg komen, militairen. Hartstikke geweldig. Moet je hier nou plaatsen voor bespreken? Je kunt hier kaartjes halen bij het gemeentehuis. Ja, die kun je dan halen en dan kun je hier gaan zitten op de tribune. Je zit hier wel eerste rang, hè? Ja, we zitten helemaal geweldig. We zien iedereen heel goed. Ja.
Veel plezier vandaag en flink iedereen toejuichen. Ja. Jullie ook, hartelijk dank en veel succes. Oké. Okay. Ik sta bij Claudio, daar waren wij toen net ook al even. Ja, klopt, het is nu wat drukker geworden. Ja, prima. Ja, klopt. Nou, er komt nu net weer eentje binnen. Nou, wat ik zei, we zijn een uur verder ongeveer. Nou, anderhalf, ik weet niet precies, maar goed. En nou, de volgende komt weer binnen. Het is nu, nou ja, echt lopende bandwerk. Ik zal me even snel voorstellen. Hi, Claudio. Dus ja, het is gewoon lopende bandwerk. Net iemand geholpen, die had een klein blaartje. En ja, nu kijken wat er nu staat te wachten. Ga eens lekker zitten, doe je schoenen lekker. Maar jullie doen ook veel afplakken, of niet? Ja, eigenlijk alles wat we doorprikken proberen we ook af te plakken. Ja, als dat lukt. Ja, en dat verder is gewoon kijken. Vaak tussen de tenen willen we ook wel eens vette watten doen. Ja, af en toe, het is gewoon even goed kijken van, joh, wat is de situatie, wat voor schoenen heeft diegene aan, hoe ziet het eruit. En ja, daarop handelen wij. Want ik zie dat het nu best wel aardig doorstroomt, want het is ook wel eens dat je heel lang moet wachten, toch? Ja, zoals gisteren, nou wat ik eerder al zei, gisteren hebben we echt lang moeten wachten wel en liep het niet helemaal door. Ja, en nou is het gewoon lopende bandwerk en dat heeft met van alles te maken. Het is de tweede dag. Het is ietsje warmer dan gisteren. Mensen lopen ook wat anders omdat ze toch nog de vermoeidheid van gisteren in hun benen hebben. Dus ja, alleen maar leuk. Ik wil die mevrouw vragen. Wat zijn de klachten? Ik heb twee blaren. Nou, heel veel blaren, maar ik forceer dat ze al door zijn. Dus je laat ze even door Claudio behandelen. Ja, ik ben in goede handen bij Claudio. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat komt wel goed. Dat komt goed. Ja, dank u wel, hè. Hoe kijkt u uit? Pas op, Anja. Pas op. Hoe bevalt Wiegen tot dusver? Oh, ja, best goed hoor. Ja. Vanmorgen, hoe laat gestart? 4:00. Zo. Ja. Want jij loopt de? Oh, ik loop de 50, ja. Dus jij bent een van de dames die... Ik ben een van de weinige dames, ja. Wat vind je daarvan dat ze dat... dat ze toch ook willen dat vrouwen ook 50 gaan lopen? Ja, ik vind het wel fijn dat ik de keuze heb eigenlijk nu, dus ik hoop het niet. Nee, want als je denkt volgend jaar loop ik weer een keer, dan... Misschien wel de 40, ja, weer. Ja. Oké, nou, wens je succes. Dankjewel. Wij zijn naast deze meneer en die woont pas samen met zijn vrouw pas een jaar in Wiegen en die is speciaal voor de Vierdaagse hier naartoe verhuisd, of niet? Ja. Echt waar? Ja, heel vroeg vanmorgen. 8:00 voor 8:00 op en hier gelijk naartoe met de fiets. En u woont hier in de buurt, hè? Verderop, ja. En wat vindt u ervan tot dusver? Fantastisch, eigenlijk gigantisch eigenlijk. Dat er van, ik schrik ervan dat er van die kleine kinderen bij lopen. Dat die ook nog zoveel kilometer lopen met het hele stoet. Ja, het is een hele prestatie, hè? Ja, het is een hele prestatie, inderdaad. En kwam u in voorgaande jaren ook al hier naartoe? Of, nee, dat is te ver van ons. Wij woonden 100 kilometer verder. Dus dat is eigenlijk te veel om hier naartoe te komen, om hier te gaan zitten. En u mevrouw, wat vindt u ervan, zo voor de eerste keer om dit allemaal te zien? Gigantisch, gigantisch. Had u het verwacht? Nou, zoveel mensen niet. Nee. En heeft u nou niet van, dat zou ik ook wel een keertje willen proberen? Nou, op onze leeftijd doen we dat niet meer. Nee. Er lopen wel genoeg oudere mensen mee, hè? Oudere mensen die wandelen vaak heel goed, hè? Wij ook, maar... Moet wel kunnen. De laatste tijd zit ik een beetje met de knieën, dat is eigenlijk... Wat mij tegenhoudt. Nee, dan moet u het ook echt niet doen. Dan is kijken, maar kijken is net zo belangrijk. En aanmoedigen. En roepen en zwaaien. En het is helemaal fantastisch. Dus Wiegen kan niet meer stuk. Nee, wij hebben hier veel familie in de buurt wonen. Die heb ik net vanmorgen gezien. Die loopt voor de 5e keer mee. En die verwacht ons elk jaar, 2 jaar hier op de tribune. Dus daar doen we het eigenlijk ook een beetje voor. We wensen u veel plezier nog. Het loopt nog wel even door. Helemaal goed. Goed hoor. Helemaal goed. We blijven tot het einde. Dit zijn twee oude bekenden eigenlijk, want die hebben wij maandag op de wedrennen ook al geïnterviewd. Toen hadden ze rode puntmutsen op. Ja, nu hebben ze zich aangepast aan roze woensdag natuurlijk. Zeker. En jullie krijgen veel reacties, hè? Ja, we krijgen erg veel reacties, ja. Want we hebben ook onze eigen Facebookpagina. Omdat wij... Noem hem eens. Ja, voor Bouters, of vier, cijfer 4 en dan Bouters. En daar zoeken we nog steeds Ben en Monique, hè, waar we het ook maandag over gehad hebben. Ja, maar jullie zoeken eigenlijk nog twee mensen die eerder dit ook deden. Ja, precies. Die we gezien hebben op de donderdag tijdens de Vierdaagse, 5 jaar geleden. Ben en Monique, we gingen over de Zeven Heuvelenweg. We keken naar beneden, zagen nog twee rode puntmutsen. Nou ja, en een feestje met 2 is leuk, maar een feestje met 4 is nog leuker. Zijn we mee opgelopen naar de wedrennen, lekker biertje gedronken. Maar geen 06 uitgewisseld. De volgende dag geen Ben en Monique. Nu staan we hier 5 jaar later.
Nog steeds geen Bernard Monique gezien, dus we zijn nu echt een grote campagne begonnen naar Bernard Monique. Maar jullie hebben meer puntmutsen getraceerd, toch? Buiten Bernard Monique om? We hebben één foto gekregen gisteren, omdat we al wat op Facebook wat lawaai hebben gemaakt. En daar staan nu vier mensen op met een puntmuts. En die gaan we vanmiddag, want we weten niet wie dat zijn, dus daar gaan we naar zoeken. Dus die zetten we op Facebook, voorbouters, en we zoeken de namen van die mensen. Want dat zouden ze wel eens kunnen zijn. Is het warm met die muts op? Nee, ja, je bent ermee geboren, hè? Dus dat, je weet niet beter. Joh. Nou, het staat jullie ook fantastisch. Ik zou hem ook niet meer afzetten. Nee, we doen af en toe een ijsblokje onder en dan is het goed te doen. Even nog, hoe is het met jullie gesteldheid op het moment? Ja. Wat zullen we gaan doen? Een dansje maken? Of het gaat helemaal prima. We zijn super fit en we gaan dit gewoon afmaken. Geen last van blaren? Kijk, nee, bijna niet. En, bijna niet. Maar Wijchen was hartstikke leuk, maar we kijken natuurlijk uit naar Nijmegen. Hè, om daar Beuningen even, komt ook nog. Oh, Beuningen natuurlijk. Beuningen, here we come. Ja. Door het waterkwartier in Nijmegen is ook altijd een feestje. Dat is één groot feest. Ja, zeker voor ons in het roze. En we dragen natuurlijk ook wat uit, hè, voor het waterkwartier in Nijmegen. Okay. Ik denk dat de tekst voldoende zegt voor vandaag, maar niet alleen voor vandaag. Voor iedereen het woord respect. Prima, wij houden jullie niet langer op, want anders gaat alles naar verzuurde benen. Sorry, dat moet je niet hebben. Dankjewel, leuk dat we even bij jou konden staan weer. Leuk om jullie weer te zien. Hey, dankjewel en tot morgen. Ja. Oké, hey, tot ziens. Oh. Hoi, hoi. Hoe gaat het vandaag? Tot nu toe goed. Ja? Ja, maar we zijn er nog niet, hè? Nee, oké. Okay. Maar en hoe is gisteren gegaan? Beter als vandaag nog. Ja, je voelt het nou iets meer in de benen? Ja, zeker. Wel goed voorbereid? Geprobeerd wel, ja. Hoeveel kilometers nog geoefend? Idee. Geen idee. Maar wel wat marsen of zo gelopen? Of van... Nee, gewoon in het wild. Ook. Okay. Freestylen. Freestylen, ja. En qua eten en zo, je krijgt onderweg geloof genoeg, hè? Allemaal, hè? Komkommers, noem het allemaal maar op. Dus je hoeft zelf niet zoveel gek veel mee te nemen. Niks en nog eens aan speciale kleding gedacht, lekker luchtig. Gewoon roze voor vandaag. Ja. Meer niet. Naadvrije sokken en al die toestanden. Nee hoor, niks. Maar dus, gewoon... Jij bent lekker makkelijk. Ja, want dat er gaat wel. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Dat gaat wel lukken. Ik sta bij Joke Lissapali. En Joke loopt al heel vaak de Vierdaagse. En dat is een echte bikkel, want die loopt ook altijd 50 kilometer. Ja, omdat ik het zo leuk vind natuurlijk. Hè. Ja. Jij vindt 40 te weinig? Ik vind 50 fijn. Zoveel mogelijk er alles uithalen wat erin zit. Hè. Maar dat was in de media nou ook, dat ze ook eigenlijk wel willen dat vrouwen... Ja, we willen allemaal gelijk behandeld worden. Ja. Dus vrouwen moeten eigenlijk ook 50 lopen. Wat vind je daarvan? Ik vind dat ze de keuze moeten hebben, want anders wordt het weer veel te druk op de 50. Ja, want 50 is minder druk dan de 40, hè? Ja, dat is ook het voordeel van de 50 lopen. Dan heb je vanaf het begin heb je de ruimte om te lopen en... dan kun je een beetje je eigen tempo lopen totdat je bij elkaar komt en dan is het... Anders, maar ook heel leuk. En jij loopt meestal, jij loopt eigenlijk altijd alleen, hè? Nou, je loopt niet alleen, maar... natuurlijk. Ja. Maar jij traint zelf, of train je niet eens meer zoveel? Nee, maar niet. Mijn lijf weet wat er te wachten staat en ik heb een goede basis. En tussen de oren zit het goed en dan lukt het. En ik heb er plezier in. Dat weet je. Ja, dat weet ik, ja. Nou, dan hoop ik dat het verder goed gaat. Geen blessures, niks? Nee, nog niet. Maar de week is nog niet om. Maar dat gaat goed komen. Ja. Nou, op naar Beuningen en Nijmegen. Ja, gaan we doen. Tot ziens. Dank je, tot ziens. Doei, doei. We staan bij Joost Brouwer. Joost Brouwer is een collega van ons. Ja, klopt. En hoe gaat hij vandaag? Nou, het is toch wel pittig, wordt altijd gezegd. De tweede dag is de langste, of de pittigste dag, hè. En vooral dat stuk vlak voor Niftrik, als je die dijk overkomt. Dat is toch wel een genadeklap. Daarna moest ik ook even rusten. Maar nu heb ik weer, als je zo Wijchen in komt, man, dan word je weer helemaal gemotiveerd. Ja, zo pep je je wel op? Ja, zeker. Nou, ik ben wel een beetje bezweet nu, maar... Nou, dat mag ook, hè, want het is nog best wel warm, hè? Ja, zeker. Maar ik ben over de helft, hè. Ik ben al meer dan 30 kilometer gelopen, dus... Nu heb ik er weer zin in en ik heb heel even mijn benen ingesmeerd en zo met spierzalf, dat het wat soepeler gaat. Dus ik verwacht het wel te halen, ja. Maar ik had er vanochtend even zoiets van... Oh. Had je een klein dipje? Ja, ik had een dipje. Ja. Ik denk dat je elke dag wel even een dipje hebt. Maar dan moet je toch even gewoon doorheen bijten. Heb je dan nooit bijvoorbeeld even een lekkere muziekje opzetten of zo, dat je dat er een beetje doorheen sleept? Nou, dat is het punt. Dat heb ik dus de eerste dag geprobeerd. Maar ja, je komt zoveel muziek tegen onderweg.
En mensen die met code van die ghetto blasters en speakers rondlopen. Dat je genoeg muziek om je oren krijgt. Niet altijd mijn muzieksmaak, maar je doe je gewoon lekker mee. En vanochtend meegezongen met de militairen, dus komt helemaal goed. Ja. En loop je dan ook wel eens even met iemand op? Dat je daar even een praatje mee maakt? Ik ben een paar bekenden ook tegengekomen. En daar waar ik slaap, ik slaap even tijdelijk bij mijn ouders. Dat is het dichtste bij de start- en finishlocatie. Er zitten nog meer wandelaars in huis. En een van die wandelaars ben ik tegengekomen vandaag, een stukje mee gelopen. En je bent nooit alleen, hè? Ja. Nee, dat klopt. Nou, ik hoop dat het verder goed met je gaat. Dat gaat je zeker lukken. Behalen, ja. En wat doe je bij RN7? Want dat willen we natuurlijk ook even weten. Ik maak radio vooral. En ik maak nu vlogjes die mensen kunnen zien via de Instagram-pagina van RN7. Dat is ook heel belangrijk, dat mensen daarnaar kijken. Ja, zeker, zeker. Succes! Yo, hoi! Ik sta bij mevrouw Bijleveld, minister van Defensie. Ja. Ik zie dat ze u ook nat gespat hebben. Ja, met de burgemeester is het erger eigenlijk gesteld. Anders denken ze maar anders denken ze inderdaad, wat heeft die mevrouw gedaan? Nou, mevrouw, ik doe ook even. U staat hier voor de militairen. Ik sta hier voor de militairen. Ik ga zo ook nog even kijken bij onze prikpost. En dan ga ik nog naar Heumersoord. En ik heb in de tuin van mijn ouders al koffie geschonken voor de militairen. En er zijn er heel veel langs geweest, dus het was heel leuk. Want u heeft ook wel een band met Wiegen. Ik heb natuurlijk een band met Wiegen, zoals jullie weten, heb ik hier op school gezeten. En in Nijmegen ook, dus ik kom graag terug als het kan. Maar nu is het natuurlijk wel heel speciaal, dus ik ben vandaag hier. En ook vrijdag natuurlijk aan de finish met alle commandanten. En hoe gaat het met de militairen in het algemeen? Nou, over het algemeen lopen ze goed. Zijn ze goed op weg. En vinden ze het ook wel lekker om even in Wiegen te zijn, want de sfeer is goed, zeiden ze. Ja. En op Heumersoord is ook altijd een hele happening, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, daar was ik toen nog nooit geweest, tot ik minister van Defensie werd. En dat is wel heel mooi om al die detachementen binnen te zien komen. En dan moeten ze zich afmelden in de tent. En dan moeten ze echt een soort dansje of een tijger. Ze moeten echt een act opvoeren. En nou, toen ik er was vorig jaar, en het zal vanmiddag ook zo zijn, doen ze nog weer even speciaal hun best. En lopen er veel Nederlandse militairen mee dit jaar? Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar we hebben nu van alle commandanten, dus ook van de marechaussee die vorig jaar niet meeliepen met een detachement, hebben we een detachement meelopen. Maar vrijdag kan ik precies zeggen hoeveel er zijn uiteindelijk. Nou, ze moeten toch ook altijd wel flink sjouwen, hè? Want als je ziet wat ze aan bepakking en zo mee moeten nemen. Ja, ze moeten flink sjouwen. Ze moeten met bepakking lopen als ze 40 lopen. En ik heb net even een rugzak opgetild. En dat is best wel zwaar, hoor, moet ik zeggen. En het wordt ook best wel streng gecontroleerd, hè? Ja. Er was een oudere militair die dan nu gewoon als burger meeliep. En die vertelde aan die jonge jongens over dat hij dan met een loodkoppel op de heupen liep. Dat hij dat makkelijker vond. Maar dat hij er zelf 3 keer uitgepikt was om voor de controle. En een van die mannen waar die dat tegen zei, die zei, ja, wij hebben het met de rugzak ook al gehad. Dus... Ja, maar dan moet je ook rekening houden met hoeveel je drinkt of zo, of hoeveel water je mee neemt. Ja, je moet dus, want als ze water als gewicht bij zich hebben, dan moeten ze dat dus van begin tot het eind steeds weer bijvullen. Anders is het niet goed. Dat is wel best wel spannend, want het wordt steeds proefgewijs uitgevoerd. Ze nemen steekproeven, en dus dan moeten ze het gewicht wel bij zich hebben. Ja. Nou, het is altijd een heel mooi gezicht om ze al die troepen voorbij te zien komen, toch? Het is echt prachtig. Ik vind het echt, echt mooi. En het is ook ontzettend mooi dat Wiegen zo mooi versierd is. En ik zei net tegen de burgemeester, ik vind dat die shirts ook, je hebt er zelf een aan. Vind ik echt heel bijzonder. Heb ik voor het eerst gezien. Ik weet niet of het voor het eerst is, maar ik vind het heel mooi. Ja. Nou, hartstikke fijn. Dan wens ik u nog een fijne dag. Dankjewel. En jullie ook natuurlijk, hè. Anja was dat vanuit Wiegen met de minister van Defensie. Echt gaaf is dat, hè? Heel erg mooi. Ja, en ik heb me laten vertellen dat die militairen dat die minimaal 10 kilo mee moeten nemen. Zo, dat is best zwaar, hoor. Nou, we gaan afsluiten. We gaan Wiegen afsluiten. Oh, we gaan Wiegen afsluiten. Nou ja, niet letterlijk natuurlijk. Maar hoe is het gegaan vandaag? Ja, ik vind het heel jammer dat jullie al afsluiten. Het is hier gewoon nog lang niet over. Dat duurt nog minstens 2 uur voordat de laatste wandelaar hier door de straat is. En, ja, jullie zien dat bord helemaal niet, dus ik ga gewoon nu zakken, zodat je het een beetje in beeld gaat krijgen. Maar nee, het is een prachtige dag volgens mij geweest, mooie wandeldag. Veel enthousiaste reacties gekregen van hoe geweldig we het voor elkaar hebben in Wiegen. Wiegen heeft het altijd wel goed voor elkaar, toch? Ja, dat denk ik ook, zeker weten. Ja. En hoeveel Wiegense wandelaars hebben er dit jaar meegelopen, denk je? Hoeveel het er vandaag waren, dat weet ik niet exact, maar gisteren zijn er 645 Wiegenaren gestart aan de Vierdaagse. En daarmee zijn ze geloof ik het derde grote groep na Nijmegen en Arnhem. Ja, want
dat op vrijdag doen jullie altijd een soort van kennismaking in het kasteel? Ja, de vrijdag voorafgaand aan de Vierdaagse Week, dan hebben we een ontvangst in het kasteel. Dan krijgt iedereen die hele mooie shirts die wij dit jaar hebben laten maken. Zodat de wandelaars van ons natuurlijk ook herkenbaar zijn, maar daar doen we het niet voor. We vinden het gewoon belangrijk dat onze wandelaars ook van goede kleding zijn voorzien, mooie shirts. En ze dragen een beetje ook ons motto uit, wiegen altijd een stap verder. Dan gaan we volgend jaar naar de 104e keer. Zo is het, ja. Dan bent u er weer bij? Wie weet, ik hoop het wel, ja. Nou, dan hebben we echt een hele leuke dag gehad. Bedankt. Ja. Anja was dat, vanuit Wiegen met de burgemeester. En nou ja, wij zouden zeggen van tot volgend jaar dan weer.